bij deze update beleggen, waarin we een terugblik op de maand juni geven en een vooruitblik. De afgelopen maand was weer onrustig op de financiële markten. Kan jij kort vertellen wat er is gebeurd? Ja, juni was niet best. Hoger dan verwachte inflatiecijfers hebben centrale banken aangezet om de rente sneller te verhogen. Zo zagen we in Amerika dat de centrale bank de rente met maar liefst 3/4 verhoogde. Nou, renteverhogingen hebben een remmende werking op de economische groei. En zo ontstond er bij beleggers meer recessieangst. En dat zorgde ervoor dat de wereldwijde aandelenindex met 6,2% daalde in de maand juni. En obligaties daalden ook met 2,3%. En dat kwam door de gestegen rente. En wat betekent dat per saldo voor het eerste halfjaar van portefeuilles van klanten? Ja, daarmee was het eerste halfjaar van 2022 uitzonderlijk slecht. Wereldwijde aandelen daalden met meer dan 13% en obligaties deden het eigenlijk niet veel beter. Die daalden met meer dan 12%. En ja, als je dan gaat kijken wat betekent dat voor de beleggingsmixen, dat kunnen we hier zien in de tabel. Aan de linkerkant zien we wat dat is voor de maand juni. En aan de rechterkant zien we de year-to-date cijfers. Maar normaal zou ik juist verwachten dat obligaties bescherming bieden bij slechte aandelenmarkten. Ja, dat is meestal wel het geval. In een gemengde portefeuille bieden obligaties dan een dempende werking, zeg maar. Maar door de negatieve rentes die we gehad hebben, was die bufferfunctie eigenlijk als het ware verdwenen. En wat maakt deze situatie dan anders dan andere keren? Ja, goede vraag. De huidige situatie is zo bijzonder omdat de rente echt extreem hard gestegen is. Waar we de afgelopen 10 jaar een rentedaling hebben gezien, is die eigenlijk in minder dan een jaar teniet gedaan door een rentestijging. Waardoor obligaties hard onderuit gingen. Ja, op korte termijn is het pijnlijk. Maar op lange termijn heeft dat ook een positieve kant. Namelijk dat de verwachte rendementen van obligaties weer beter zijn. En dat die bufferfunctie weer enigszins teruggekomen is bij obligaties. Dan ben ik ook nog wel benieuwd naar jouw vooruitblik. Hoe kijk je naar de toekomst? Ja, we gaan er voorlopig vanuit dat de inflatie nog wel relatief hoog blijft. Hij zal wel geleidelijk dalen naar zo'n 3-4%. En centrale bankiers die zullen er eigenlijk alles aan doen om die hoge inflatiecijfers niet te laten nestelen in de hoofden van consumenten en bedrijven. Dus die zullen een verkrappend beleid blijven voeren. Dat drukt de economische groei. Waardoor we verwachten dat die zal afnemen en dat er zelfs een milde recessie op komst is. Daarnaast hebben we gezien dat aandelen fors gedaald zijn, waardoor die weer onder hun langjarige gemiddelde liggen als we naar de waardering van aandelen kijken. Nou staan bedrijven er gelukkig relatief goed voor met solide balansen, lage financieringslasten. En dat zal nog wel even zo blijven, omdat ze toen de rente zo laag was hun financieringen lang vastgezet hebben. Dus dat loopt er heel langzaam uit. Duidelijk. Dankjewel Martijn. Tot zover deze update beleggen. Wilt u meer weten over onze beleggingsvisie? Kijk dan in uw online beleggingsomgeving op het tabblad Nieuws en Info. Graag tot de volgende update.